Verschillende consultatiebureaus zijn nog niet door hun voorraad kindervaccins heen. Dat heeft minister Patrick Pengel aan het Nationaal Informatieinstituut, het NII, meegedeeld. De bewindsman heeft deze rapportage van het Bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG, ontvangen. Vorige maand was het ministerie genoodzaakt om een voorraad van ons buurland Guyana te lenen, terwijl er tegelijkertijd een bestelling geplaatst was bij de Pan American Health Organization, PAHO. Deze voorraad wordt voor eind van deze maand in Suriname verwacht. Minister Pengel geeft eveneens aan dat het Nationale Immunisatieprogramma, zoals dat hoort, reeds is opgepakt. Het ministerie roept daarvoor alle ouders van kinderen op die nog geen prikje gehad hebben. Als er ouders zijn die hun kind toch willen vaccineren, ook als de arts geen vaccins heeft, kunnen die naar de regionale gezondheidsdienst RGD toestappen en vragen bij welke polykliniek zij terecht kunnen. Dit geeft de gezondheidsminister aan. Hij verzekert dat Suriname op de prioriteitenlijst van de PAHO is geplaatst. Hetgeen betekent dat vertegenwoordigers van deze organisatie naar de leveranciers gaan om zaken te bespoedigen. Ook wordt erop toegezien dat de lading wordt ontvangen zoals die is besteld. Volgens Pengel zullen de komende weken tot en met eind november een aantal bezendingen van verschillende soorten vaccins in Suriname aankomen.